Een stoet van gevangenispersoneel, belastingambtenaren en rechtbankmedewerkers trok vanmiddag over de Erasmusbrug voor een werkonderbreking. Nou, we zijn hier met zo'n beetje 1000 man hier aanwezig aan de Rijksambtenaren. En zoals je ziet is de opkomst groot en de mensen zijn enorm actiebereid. Ja, waar strijden jullie voor? Wij strijden voor een goede cao. Die is al 4 jaar zitten wij zonder meer dan 4 jaar zonder een cao. We hebben alle jaren hebben natuurlijk passende plaats gemaakt in verband met de economische recessie. Alle begrip voor. Maar we zijn geen tweederangs burgers en wij eisen ook een goede cao. Zoals alle mensen hebben. Mag ik de vlaggen zien? Mag ik de vlaggen zien? De overheid die vraagt ontzettend veel van zijn ambtenaren. Daar moet iets tegenover zijn. We verdienen gewoon te weinig. De eis is 3% loonsverhoging. Voor 100.000 Rijksambtenaren gaat dat al gauw over honderden miljoenen euro's. Dan kun je fatsoenlijk loon krijgen. Dat moet u kunt zeggen dat is een bulk geld, maar je moet ook zien, er is een hele bulk geld ingehouden bij de ambtenaren natuurlijk. Meer dan 4,5 jaar om precies te zijn. Geen nieuwe cao gekregen. Dus dat is wel een enorme inhouding geweest bij het Rijk. Voorlopig houdt de minister zijn poot stijf. Maar de actiebereidheid wordt ook steeds groter. Zeker. Het is nu of nooit. Als je niet gaat luisteren, gaan we gewoon verder staken. Het is gewoon heel simpel. Ik heb een megafoon bij me om een beetje herrie te maken. Laat maar even horen dan. Nou, daar komt hij hoor. En wij eisen een goede cao op korte termijn. Want 4 jaar niks, dat is niks.